Deze verborgen kamer is next level. Kijk dan. Hij gaat letterlijk automatisch omhoog. En ook weer automatisch naar beneden. En dan lijkt het gewoon weer letterlijk een vloer. Vandaag gaan we kijken naar verborgen kamer. Trouwens, mijn naam is Mick. Hi, hallo. Dit is een verborgen kamer die Glow Movies heeft gemaakt onder een mega groot Minecraft bed. Ja, jongens, ik vind het zo sick wat hun doen. Glow Movies, als je kijkt, respect naar jullie. Echt eerlijk waar. Want dit is insane. Kijk dan. Maat, als ik een geheime kamer bouw, dan zit ik onder mijn trap wat te bouwen. Ik kan dit echt niet, bro. Ik heb echt twee linkerhanden. Echt ziek respect naar hun. Why, yo? Oh, dit Minecraft bed. Dat is ook cool. En dan ook nog eens een geheime kamer daarin. Ja, dit is live. Dit is echt live. We hebben hier weer een geheime kamer op een zolder. Ja, zeker. En deze kamer is van Ties. Ja, ook iemand die blijkbaar mega goed kan bouwen. Waarom kan elke YouTuber mega goed bouwen? Ik heb al moeite om een IKEA-kast in elkaar te zetten. Dat is echt waar. Daar heb ik de laatste 2 dagen over gedaan. En deze mensen bouwen gewoon geheime kamers alsof het niets is. Oké, we hebben hier weer de volgende geheime kamer. Hij snijdt letterlijk in de muur om die geheime kamer te openen. Dit is geen YouTuber voor deze keer. Geen Nederlandse YouTuber. Hij heeft hier gewoon... Is dat gewoon een geheime kamer? Of ontdekt hij nu opeens een geheime kamer? Want dit ziet er niet echt uit alsof hij hier elke dag naar binnen gaat. Hij is letterlijk de muur aan het kapot maken. Wat? Hè? Is dat gewoon een verborgen kamer in zijn huis zonder dat hij het wist? Dat is wel echt heel erg eng. Ook. En heel erg cool. Allebei eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd. Yo, het is stoffig daar. Kijk dan! Zo! Je zou... Wat? Er is een hele bar, hè? Wow, er zijn er allemaal spullen en zo. Zo, je zou maar een huis kopen en dan kom je er opeens achter dat er gewoon een hele geheime kamer is. Dat is wel heel erg chill, hoor. Kijk hoe vet. Allemaal oude game dingen. Wajo. Zo, dit is wel een ontdekking, hoor. Secret room in a secret room in a secret room. Oftewel, een geheime kamer in een geheime kamer in een geheime kamer. Dus dit is de eerste geheime kamer. En dan is er dus nog een geheime kamer. Oké, doe maar dicht, ja. Daar is nog een geheime kamer. En dan zal in die geheime kamer... dus nog een geheime kamer zijn. Dat staat er tenminste. Oké, ze gaan naar de trap naar beneden. Oh, überhaupt, dit is al zo vet. What the hell? Waarom heb ik dit niet? Dat is echt gewoon de grootste vraag die ik krijg als ik dit soort video's kijk. En hier is dus nog een geheime kamer. Dat wil je eigenlijk nu zeggen, of niet? Secret room in a secret room in a secret room. Dan zou er dus nog een geheime kamer moeten zijn. Toch? Toch? Ja hoor, ja, daar is hij. De andere geheime kamer. Dus je hebt een geheime kamer. Die geheime kamer heeft een geheime kamer. Die geheime kamer heeft ook een geheime kamer. Hey, mind it. Oké, okay, we hebben hier weer de volgende geheime kamer. Dit is zo sick gemaakt. Why, yo. Zo, deze is wel echt perfect. Oké, we zijn hier in een gang. Wat is de coolste ding die je in je huis hebt? Ik denk dat dat een geheime kamer is, mevrouw. Sowieso is die spiegel een geheime kamer. Laat het zien. Maakt me veel te benieuwd. Hallo, hallo, wat zit je jezelf te... Oh my god. Ja, het is die spiegel. En hij zit daar gewoon lekker te gamen. Dan laat iedereen je met rust als je aan het gamen bent in de geheime kamer. Want ja, niemand weet dat je aan het gamen bent. En die puppy is ook echt zo van, waar is mijn baasje? Voordat we verder gaan met deze video. Ik upload elke dag een video zoals dit. En als je abonneert, dan mis jij die video niet. Dus waarom zou je niet abonneren? Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Dus abonneer als jij mijn video's leuk vindt. En doe ook even een duimpje omhoog als je dit soort video's vaker wilt zien. We gaan weer door naar de volgende geheime kamer. We zijn hier op een slaapkamer. Oké, deze mevrouw, sowieso die boekenkast. Dat is wel heel logisch, want ze staat er tegenaan. Hard duwen. Oké, dat werkt niet. Maar elektrisch wel. Zo. Hij was op slot. Hij was dus eerst op slot en hij maakte hem open met zeg maar die sleutel. Oké, dat is heel erg dik. Dus als mensen weten van die geheime kamer, kunnen ze niet eens naar binnen, want ze moeten ook het slot hebben. Maar yo, en dit is wel een chill kamer hoor. Zeg maar als de wereld ooit vergaat, dan is dit een goede plek om te overleven. Oké, we gaan gelijk door naar de volgende. Imagine finding a hidden staircase in your 120-year-old room. Oftewel... Besef als je opeens een geheime trap vindt in je 121 jaar oud huis. Zo. Ja, dat is wel heel erg vet. Ook gewoon hoe die trap er opeens komt. Ze draait aan dat ding en er komt opeens letterlijk een trap. Hoe dik is dat? Gewoon een hele verdieping. Eigenlijk gewoon een geheime verdieping. Oké, we zijn weer bij het volgende huis. En dit is iemands neefje en die heeft dus een geheime kamer. Hoe vet is dat? Ben je gewoon even bij je neefje aan het eten. Dan zegt dat neefje opeens van, ik heb trouwens een geheime kamer. Kijk dan, de boekenkast gaat open. En ja hoor, daar zit hij dan. Lekker te chillen. Wat is dat neefje aan het doen? Dat is raar. Dat is heel raar. Oké, weer een boekenkast. Als je dus een geheime kamer wilt, moet je geen boekenkast doen. Want blijkbaar is een boekenkast wel heel erg obvious. Dit is gewoon een... Wat? Dit is een geheime badkamer. Wie wilt er nou een geheime badkamer? Wat is dit nou weer? Gaan door. Creepy door part 2. Oh, dit is dus een enge geheime kamer. Oi. Deze persoon weet dus niet wat er in deze geheime kamer zit. Maar het is wel heel eng blijkbaar.
Oké. Okay. Je zou maar een geheime kamer open doen waarvan je niet wist dat die bestond. En opeens zit er een blauw mannetje in. Oké, okay, wat hebben we hier? Dit is weer een geheime kamer. Oké, okay, deze wordt sowieso cool. Dit huis ziet er al cool uit. Die groene muren en alles erop en eraan. Oh my god. In de open haard. Hoe vet is dat? En die kamer ziet er ook nog eens echt... Die is gewoon echt groot. Het is echt een grote geheime kamer. Oké, deze wordt ook sowieso next level. Ik zie al blauwe lichten. Oh, wow, gewoon een glijbaan die gaat naar de geheime kamer. Dat meen je niet. Wat? Wow, dat is echt fucking vet. Gewoon een glijbaan in je huis eigenlijk. We zijn weer aangekomen bij een soort van boekenkast. Oké, het is een wijnkast. Maar er staat ook een boek in, dus het is ook een boekenkast. Je hebt daar een knopje, daar hou je je vinger op. Oh, met een vingerscan ding. Oh mijn god, dit is groot. Bro, dit is gewoon een heel appartement. Met keuken en al. Wow, yo. Hey, dit is... Oh mijn god. Wat? What the actual... Dit is... Hij drukt weer op een knop. Wat gebeurt er? My god. Oh my god. Next level geheime kamer. Ja, dit is hem. Dit is de vetste geheime kamer tot nu toe. Dit is gewoon ultieme man cave. Dit is gewoon ieder man zijn droom. Oké, gaat er een geheime kamer die geheime kamer overtreffen? Het lijkt me sterk. Deze persoon is zijn geheime kamer nog aan het bouwen. Hij heeft net een stukje uit de muur gezaagd. En het ziet er zo uit. Hij gaat hem nu lekker verven zoals je ziet. Kijk eens aan. Het wordt niet een hele grote geheime kamer. Maar überhaupt een geheime kamer in je huis hebben is al iets wat heel erg bijzonder is. Oh, oké. Hij heeft er een... Oh, wat? Hij heeft het met een boekenkast gedaan. Je komt er zo in. En dan, boom, ben je er. In de geheime kamer. Het ziet er wel heel vet uit. Oké, dit is een heel mooi huis. En dit huis heeft dus ook een geheime kamer. Nee, daar zit hij niet. Waar is de geheime kamer? Waar is hij? Oh, achter de kast. Why, yo? Oké. Wat? Oké, achter de kast is dus deze geheime kamer. De geheime kamer moet wel cool eruit zien van zichzelf ook eigenlijk. We zijn op iemands slaapkamer. En deze slaapkamer bevat dus een geheime kamer. Oké, de badkamer bevat die de geheime kamer. Jazeker, achter de spiegel. Oeh, daar is de deur naar de geheime kamer. En... Oh, oké. Deze is cool. Ja, deze is echt cool. Oké, wat hebben we hier? Dit is een Minecraft geheime kamer. Wow, yo! Oké, opeens zijn we in Minecraft. Ook heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Wat gaat hij doen? Oh, wat is hij allemaal aan het doen? Oh, hij heeft gecreëerd hoe... Oh mijn god, wat? Oh, dit is hoe je... als jij dus Minecraft speelt en je wilt een geheime kamer, dit is hoe je hem maakt. Tada, heb je ook weer even op mijn kanaal geleerd. Abonneren dus. Okay, we zijn gelijk door naar de volgende geheime kamer. Zo, oké, dit is wel weer heel cool. Alleen, wat ik wel even moet zeggen, het is wel een beetje obvious dat daar een geheime kamer zit. Je kan het wel heel goed zien. Dus zo geheim is die ook weer niet, naar mijn mening. We zijn weer door naar de volgende, de penthouse. Deze penthouse heeft dus een geheime kamer. Naast dat het een heel mooi huis is, ben ik ook benieuwd naar de geheime kamer, want het is een heel mooi huis, dus dan zal het ook wel een hele mooie geheime kamer hebben. Ja, toch? Dat moet toch eigenlijk haast wel. Een secret bedroom. Oh, het heeft een geheime badkamer. Oké, je trekt de... Oh mijn god. Hey, dit is wel echt een hele mooie badkamer. Ja. Zo weet je wel 100% zeker dat nooit iemand jouw badkamer gaat gebruiken. En we hebben hier weer een heel mooi huis, dus deze moet ook weer een hele mooie geheime kamer hebben. Ten eerste, je duwt de deur naar achter in plaats van dat je hem zo opentrekt. Dat is al heel erg vet. En dan kom je terecht in de geheime kamer. Oh, wat? Hij heeft twee deuren. Het is een soort inloopkleerkast. De geheime kamer is eigenlijk gewoon een soort kleerkast. Ja, niet heel bijzonder. Ik wil gewoon weer een coole mancave zien. Ga ik hem hier zien? Dit ziet er wel echt weer even next level uit, hoor. De boekenkast. Ja, hoor. Oh my god. Oké, deze wordt sowieso next level. Je kan nu al zien dat deze echt next level wordt. Laat maar zien. Laat zien. Oh, what the hell? Zo, deze is groot. Dit is een grote geheime kamer. Oh my god. Dit is gewoon een geheime club. Dat soort dingen wil ik zien, ja. Wat hebben we hier? Dat is de vraag die ik nu stel. Wat hebben we hier? Dit wordt weer een geheime kamer. Dat weet ik wel zeker. Zo, oké. Het is al een hele coole... Wat? Dit is gewoon een heel huis. Dit is geen geheime kamer. Dit is een geheim huis. Wat? Oh my god. Dit is groot. Wow, yo, en dat ziet er ook nog eens heel cool uit. Zo, dit is echt mega groot. Hier hebben we weer een geheime kamer. Natuurlijk weer in de boekenkast. Dus als je geheime kamer wilt zoeken, ga elke boekenkast eerst af. Weer heel erg cool. Allemaal LED-verlichting, daar hou ik van. Heel veel schilderijen. Is ook wel heel erg vet. Een beetje jaren 80 stijl. Ja, dit is weer heel erg dope. Dit is echt fucking ziek. Gewoon een geheime kamer waar je gewoon stiekem kan chillen. Oké, we hebben hier weer een geheime kamer in de klerenkast. Oké, dat hebben we nog niet vaak gezien. Linksonder in de klerenkast zit de geheime kamer. En waar komen we dan terecht? Laat het me zien. Je maakt het heel erg spannend. Oeh, het lijkt op een extra slaapkamer.
Oh nee, het is gewoon een soort chillkamer. Heel erg dik. Heel erg vet. Dames en heren, dit waren geheime kamers. Die nu niet meer heel geheim is. Want we hebben het allemaal gezien. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg Mick out.